partnership tussen Boliet en AMS, hoe belangrijk is dat voor jullie? Het geeft gewoon heel veel zekerheid. Je weet wat je aan elkaar hebt. En als familiebedrijf hechten we gewoon heel veel waarde om samen met ook ondernemers in de nabijheid samen te werken. Een partnership tussen AMS, POM en Boliet, hoe belangrijk is dat voor jullie? Zeer belangrijk, omdat je praat over een klant, een relatie. En een bedrijf bestaat maar vanwege één reden. Dat zijn zijn klanten. De keus tussen brandstoffen en elektrisch, waar is die op gestoeld? Nou, hij is gestoeld eigenlijk op een lange termijn gedachte die we al in de in het begin van 2000 hadden neergezet. En dat geldt niet alleen maar voor elektrificatie van mobiliteit. Dat geldt voor tal van andere dingen. Wel overwogen keuze. Ja, het is wel overwogen keuze. En toch ook spannend. Ja, dus de relatie AMS-Boliet gaat heel ver terug. Maar hoe kijken jullie nou aan tegen verduurzaming, elektrificering? Zonder verduurzaming geen toekomst. Oftewel, het is een hele essentiële rol. En ik denk dat iedereen toch nu wel overtuigd is dat zoals we het de afgelopen decennia gedaan hebben, dat de toekomst niet is. We hebben natuurlijk met z'n allen nieuwe techniek ontworpen. En die gaan nu zijn toepassing vinden in de automobielindustrie. Oftewel de elektrificering. En ik wist dat het eraan kwam. En we praten nu november 2020. Als ik zie hoe hard dit nu gaat en hoeveel harder het nog zal gaan. Ik sta er zelfs versteld van, want je komt er niet meer omheen. Jullie zijn een Nederlands bedrijf met internationale activiteiten. En hoe belangrijk is dan mobiliteit voor jullie? Mobiliteit in de algemene zin is voor ons echt een heel groot woord. Want je kunt je voorstellen dat alles van grondstoffen naar ons getransporteerd moet worden. We hebben ook heel veel intern transport. We hebben ook natuurlijk ongeveer een 800 werken die we in het buitenland per jaar doen. Dus het bewegen, het mobiel zijn is een belangrijk feit. En ook nog een keer zitten we met ongeveer 400 mensen in dienst. Ja, die moeten zich ook allemaal bewegen in een werk-woonverkeer. Dus ja, we hebben er veel mee te maken. En wat betekent dat voor jullie klanten en de service die jullie gaan verlenen? Ja, het is een hele nieuwe weg die we gaan bewandelen. Want deze auto's zullen veel minder vaak in de werkplaats komen. Omdat er zitten veel minder slijtagedelen in. Dat verandert ons hele bedrijfsproces. Daarom is de klant des te belangrijker om aangelijnd te blijven bij de klant. Om daar waar we hem extra service kunnen bieden, we er ook zijn om extra service te kunnen bieden. Dat houdt in dat ons bedrijf van ouderwetse autoleverancier ook met een transformatie is en zich meer gaat gedragen als mobiliteitspartner. En dan denk ik aan laadpassen, laadpalen, fietsen, ook een vorm van mobiliteit, mobiliteitskaarten, met één kaart je compleet kunnen verplaatsen op allerlei manieren. En die transformatie, daar zijn wij als bedrijf mee bezig. Hoe verhoudt e-mobility zich binnen dit bedrijf ten opzichte van andere innovaties om de CO2-footprint te verlagen? Nou, het is een belangrijke, vooral naar de buitenwereld. Maar net zo belangrijk is datgene wat we in onze 27 vakgebieden allemaal nog meer doen aan innovaties om de footprint naar beneden te brengen. Denk bijvoorbeeld aan onze verwerkingstak die we wereldwijd doen. Denk bijvoorbeeld aan de productietak, maar denk ook aan het vitaliteitsprogramma van werknemers. Als we dan een stapje maken, 10 jaar verder in de tijd, wat is dan de samenwerking en wat is wat Boliet kan aanbieden op basis van de producten die jullie AMS leveren? Ja, wij moeten zorgen dat wij onderdeel zijn van mobiliteit. Dus ik heb net al gezegd, een transformatie van leverancier naar mobiliteitspartner. Want uiteindelijk, die auto die gaat denken, die slaat op. En met die informatie moeten we gaan koppelen om mobiliteit makkelijker te maken. Want dat is het doel. En alles elektrisch, denk je? 90%. Ja? Ja. Veel, hè? Ja, veel. Ja.